Er is plotseling een verhaal erbij gekomen dat men vindt dat het hoofdbureau zoals die daar staat eigenlijk technisch niet correct is en gesloopt zou moeten worden. Er is niks aan de hand met het hoofdbureau zoals men denkt, dat men schrijft dat er gesloopt zou moeten worden en dat er allerlei ernstige gevallen zijn, dat het gevaarlijke situatie daar is. Er is helemaal niks aan de hand. Er is geen gevaarlijke situatie. Het gebouw wat daar staat is overgedimensioneerd. Overgedimensioneerd betekent dat de wens of in het programma van EISO was opgenomen dat bij eventuele calamiteit, dat men zou gaan schieten op het gebouw of met de IP tegen het gebouw zou aankomen. Dingen dat de trauma dat in het verleden ooit is gegeven, dat die dingen hier ook beschermd is geworden. Waar we wel hoeveelheid betonijzer nodig hadden in de balken en in de kolommen, zijn wij een zeker een 30-40% extra, speciaal daarvoor. We hebben in het gebouw allerlei stijfheidsconstructies gemaakt om het gebouw stabiel te houden bij eventuele aanvallen van buiten dat eigenlijk het gebouw zou worden geraakt. Al die voorzieningen zijn in het gebouw en die voorzieningen maken dat de constructie van het gebouw vele malen hoger is dan degene die er naar kijkt zou denken. Je ziet het niet meer als er meer ijzer in het kolom staat. Je ziet het niet meer als er meer kolommen in die balken staat. Maar die zijn allemaal in opgenomen. Het heeft een veiligheid van niet 70%, maar zeker 170%, dat gebouw dat daar staat. Ja. Het enige wat er is, het is verwaarloosd, ernstig verwaarloosd. En bij mij gaat het niet eens zozeer voor het slopen. Het gaat eigenlijk over het kapitaalverlies. Het gaat over... Waarom? Er is geen reden daartoe, zeker geen constructieve reden daartoe. Dat de president ooit gevraagd heeft, hij wil een heliport erop hebben. En ik heb ze duidelijk gemaakt, u mag nog twee verdiepingen erop zetten en u mag aan beide kanten een heliport zetten, dan nog staat het gebouw overeind. En die mening ben ik nu nog steeds gedaan. Daar kan je makkelijk een helikopter op kwijt hoor. En de andere kant minimaal ook wel. Daar kan je makkelijk een helikopter op kwijt. Ik denk dat het slopen van zo'n gebouw minimaal een $500.000 gaat kosten weer aan US dollars. Minimaal. En hoeveel zou het kosten om het gebouw af te ronden? Dit gebouw om af te ronden zo met inrichting en alles, inclusief aanpassen van wat er daar staat. Ik denk dat wij hebben in de tijd een raming gemaakt voor de president en wij kwamen op een totaalbedrag van ongeveer 5 à 6 miljoen euro's. Dat is het totale bedrag en dat is een bedrag dat de president meegegeven is geworden toen hij kort na zijn aantreden naar Nederland is geweest om te praten over de resterende ontwikkelingshulp. Het was ook in de kranten. Nou, informatie dat wij hebben meegegeven, heeft hij meegenomen om te gaan lobbyen. Op dit moment is besteed aan het gebouw aan de aannemer ongeveer 2,5 miljoen euro. Aan derden ongeveer een $500.000 euro. We rekenen op ongeveer 3 miljoen euro dat besteed is aan het gebouw tot nog toe. En nog steeds 6 miljoen nodig om het af te maken. Ik denk dat met 6 miljoen het gebouw makkelijk afgebouwd kan worden, zoals hij daar staat. Het rapport, ik weet niet of jullie dat allemaal kennen. Nou, dit is het rapport, vrij lijvig. Het rapport telt in totaal 104 bladzijden. Op 6 bladzijden, waarvan 2 bladzijden een berekening en 4 bladzijden eveneens weer een heleboel blablabla, dat nergens op slaat. En dan krijg je namelijk aan het eind 38 bladzijden met financiële data's, met tekeningen, etc. Dat eigenlijk in het nadeel is van de onderzoeker. De onderzoeker laat zien tekeningen wat je helemaal niet kan lezen. Dus dat je kan het gewoon niet lezen. En dat vertelt hij het hele rapport door ook, dat hij geen informatie had om het onderzoek te kunnen doen. Dus ik vraag me in stille genoegen af, op basis waarvan is dan het onderzoek gedaan? In ieder geval, ze hebben het gedaan. Ze hebben namelijk hele verkeerde uitgangspunten gedaan. En ze hebben bewust verkeerde uitgangspunten gemaakt. Ze hebben op allerlei manieren gemanipuleerd met berekeningen en met situaties. Om tot een advies te komen van het gebouw voldoet niet. Het rapport. Tijdens deze regering? Ja, nou nee. Het zijn de vorige regering toch? Het was onder de minister die toenmalig. Maar mijn naam noemen. Meneer Permisser was toen de minister. En hij heeft. Toen consultants aangeroepen om een onderzoek te gaan doen naar de constructie. En die consultants hebben namelijk deze waarnemingen gedaan en deze conclusies gedaan.
ik durf te zeggen dat het een misdaad is als men zo wil omgaan met middelen dat eigenlijk het volk toebehoort. Het is delen van het ontwikkelingshulp. Hè. Dat bedrag zit er daarin. En dat is een misdaad dat je ten onrechte, zonder je eigenlijk goed van op de hoogte hebt gebracht wat het werkelijk en wat het niet is, dat je toekomt op te slopen. Tot kort, niet zo erg lang geleden, sprak de president ook niet van slopen. De contract dat gegeven is aan de consultant die nou bezig was, was niet slopen. Het was aanpassingen aanbrengen en het gebouw afbouwen. Ik wil u even een reportage horen, een interview van de minister van de toenmalig DNA-lid, Santoki. Dit is een interview dat hij gedaan heeft op 1 mei 2014, kort nadat het rapport uit was gekomen. We hebben ook ons onderzoek laten verrichten. We hebben alle informatie verzameld. En het gaat niet om die technische informatie die men nu publiceert. Dat er dingen zijn gegaan die niet goed zijn. Als dingen niet goed zijn gegaan, zorg ervoor dat ze hersteld worden. Als er verantwoordelijke personen zijn die niet goed gedaan hebben, zorg dat ze aansprakelijk gesteld worden. Als het maar een technisch verhaal zou zijn. Maar het schuilt veel meer. De president had toen de mening dat inderdaad niks was aan de hand met het gebouw. Dat is een interview dat de president heeft afgestaan. Hij was ook de mening toegedaan dat er andere agendas waren met het gebouw. Men wilde namelijk iemand zou dat gebouw willen hebben. En we hebben onderzocht en blijkt dat een paar politieke figuren dat stukje terrein nodig hebben. Dat stukje terrein nodig hebben voor hun eigen businessactiviteit. En ze gaan alles doen om dat terrein weg te halen van de politie. En vergeet u de geschiedenis niet. Dat terrein was al bijna weggegeven in 1996, 2000. Bijna al weggegeven. Kijk wie toen de regering was. En toen heeft de korpschef Hunsel ingegrepen door snel een bord te laten plaatsen. Hier komt het hoofdbureau van politie. En toch is men doorgegaan. Men heeft 1 meter van de grond van daar weggekrapt. En gebracht voor een politieke loyalist daar aan de Anton Drachtenweg om met zijn terrein op te hopen. En bijna was het terrein gegaan naar een figuur die we heel goed kennen en die behoort tot regeringsgezinde mensen. Dus men heeft het terrein nodig. En hoe ga je dat terrein krijgen? Door dat ding weg te halen. Dat verhaal dat het niet goed is, je moet goed nagaan wie die mensen zijn die ingehuurd worden om technische rapporten op te stellen. Meneer Abrahams is daar gekomen als minister en hij neemt meneer Vasseur in. Om na te gaan of alles goed zat. Nou, hij heeft zijn werk verricht en hij zegt er is niks aan de hand, dus het project gaat door. Minister Parmisser kwam daar zo. En wie neemt hij? Ook een consultant. Maar als u meer wil weten over de minister van OW en die consultant, gaat hij terug naar het academisch ziekenhuis. En dan gaat u daar een vernietigend rapport lezen over de bouwactiviteiten daar in het academisch ziekenhuis en de corruptiegevallen. Dan gaat u weer dezezelfde namen daar terugzien. In feite wat men aan het doen is, een politiek scenario creëren. Men wil geen hoofdbureau van politie 1, omdat men geen sterke rechtshandhaving in dit land wil. Men wil geen trots. Men wil geen trots voor het politieapparaat. Dat politiemensen een trots hebben als hoofdbureau van politie. Dat wil men niet hebben. En derde is, men wil geen sterke veiligheid hebben in dit land. En laatste reden is namelijk dat men een stukje terrein daar nodig heeft. Daarom hoor je, want nu blijkt het technisch verhaal dat het geen houvast biedt. En dan komt men niet, het is niet goed gelegen hier zo. Mevrouw Van Eyck, laat me ophouden. Met die grappenmakerij. Als men vindt dat dingen niet goed zijn, laat men een onafhankelijk bureau instellen om de zaken te onderzoeken. Maar laat men niet met drogredenen komen. En laat men niet hier komen om zaken te presenteren. Want ik kan u wel zeggen, er schuilt veel meer. Er schuilt kapitaal hierachter om een stukje land te krijgen. En om kapitaal is men bereid, of het nou ministers zijn of wie dan ook zijn, een andere taal te gaan praten om dat stukje land dat toebehoort aan de politie terug te geven, te geven aan andere figuren. Maar laten we als land ervoor waakzaam zijn. Men is begonnen door de rechtsstaat Suriname te slopen met een amnestiewet. Men is begonnen om die rechterlijke macht te slopen. Men is begonnen het politieapparaat te slopen door alle deskundige mensen weg te halen. Men is begonnen die veiligheid te slopen in het land. En men sloopt verder nu naar het hoofdbureau van politie. Ook voor wat betreft restant verdragsmiddelen, daar is er ook al understanding dat het aangewend zal worden voor 7 projecten op het gebied van volksgezondheid, veiligheid, financiën, planning en defensie. En ja, ik ben blij dat de minister van Justitie en Politie hier is. De vicepresident en mij persoon hebben onze dat hoofdbureau van politie moet af.
moet af. En de voorbereidingen worden al getroffen. En we zullen dat ook financieren uit deze middelen. Het voornemen is om gedurende het komend begrotingsjaar een aantal van deze projecten op te starten en zoveel als mogelijk te finaliseren. Hiertoe behoort de afbouw van diverse lopende projecten, waaronder het hoofdbureau van politie. Mijn vraag is, wat is eigenlijk de nieuwe agenda wat men heeft om nu wel te gaan slopen? Waarom is hij nu 100% van mening veranderd dat ook? Hij staat, nou als die mannen zeggen het moet gesloopt worden, dan moet het wel. Wie heeft hem zodanig gewerkt? Wat is de overtuiging geweest nu?